Leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. En vandaag hebben we een action shoplog. Plus back to school. Ja, back to school. Ja, want we hebben wat dingen gekocht zoals je in de vlog kon zien. Maar we laten nu alles nog even zien wat we hebben gekocht. Want ik heb vorige week ook nog dingen gekocht bij Action. En dat zit in deze kist. Ja. Ik heb meerdere kistjes gekocht omdat ik wat nodig heb om even uit te zoeken van al mijn make-up. Dus zullen we om en om gaan? Ja. Nou. Wat ik uit de kist haal is dus allemaal van Action. Wat Innie heeft is niet allemaal van de Action, want we hebben, zoals je in de weekvlog kon zien, ik weet niet of dit eerder komt dan de weekvlog. Ik denk het wel. Ja. Dit komt erna. Ja. 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 Nou, je hebt kafpapier bij de Hema. Show it to this baby. Kafpapier. Het lijkt heel weinig, maar ze heeft nog heel veel over van vorig jaar en dat is die kartonnen look. Ja, want dat versier ik altijd. Dat versier je zelf. Met stickers maken. Ja. En ik ging vooral voor deze roze, omdat bijna al mijn schriften zijn die roze. Ja, we wouden eigenlijk die kleurtjes met zacht roze, zacht blauw, maar, zacht geel, maar die was er niet meer. Ik vind dit ook wel heel erg leuk, want als ik dit zo samen doe, dan doe ik me heel erg denken aan die Barbie vibe. Weet je wel, die... Zuurstok en zo. Ja, dat ook. Ja. Dat vind ik gewoon leuk. Okay. En je kunt er van alles nog weer mee versieren. En het was nu 2 plus 1 graad, ja. 2 HEMA. Dus dat is wel handig als je naar de... Ja. Dus nog even één ding laten zien wat niet bij de Action wegkomt. Ja, deze. Oeh, we hebben nog 3 dingen gekocht wat niet bij Action wegkomt. Dat staat nog in de kast, die 3 ballen. Oh ja. Pakken zo. Oh ja, wacht, dit komt sowieso nog bij de Hema. Oh ja, bij de Hema. We hebben ook nog gezocht bij de Hema. Ja, we zochten echt overal en het bleek gewoon voor in het schap te liggen waar we het dus. Ja, maar het zouden het moeten aanvullen bij het gewone schap, vind ik. Ja, want daar nog meer, maar... Zijn we ook nog bij de Reed Shop geweest in het Stadskanaal. En... Ik had nog potloden nodig voor school en ik had eigenlijk al potloden, maar die zijn heel duur. En die wil ik niet meenemen naar school. Dat vind ik zonde en ik heb niet zulke hele goede ervaringen met die potloden meenemen naar school. En uitlenen en zo. Ja, dus ik heb deze gekocht en deze zijn ook goed. Deze zijn van Bruinzeel. De vorige waren niet van Bruinzeel, toch? Of wel? Geen idee. Nou, maakt niet uit. En aangezien we op vakantie bingo hebben gespeeld met de Stabilo Stifter van Indy... Heeft ze wil nieuwe markers. Ja, en ik heb ook nog geen extra, want het is geel. Die had ik helemaal nog niet. Nee? Nee. Oh, nu wel. We hoefden geen groot pak te kopen. Deze was €5,60. Want ze heeft verder alle kleuren nog. Dus dat was het. Yes. Gaan we over naar Action. Ik heb een nieuwe water... Ja, het is soms een waterpompje sprayfles. Dat gebruik ik heel vaak als ik zo'n strak staart wil. Oh, ja. Of als ik even wil dat mijn haar weer stijl wordt om het door te kammen. En ik hoef het niet per se helemaal te wassen. Dan, en laatst was er eentje, had ik een paarse en die was gebroken. Oh ja, zal ik nog kijken wat die kost? Oh ja, ik heb Ik heb geen idee. Moet ik nog zeggen hoeveel die andere dingen kosten? Nee. Ik kan spuitfles, €0,69. Nou, dat is helemaal niks. En we hebben slijmingrediënten gekocht. Want we gaan slijm maken. We hebben zo'n maand geleden al spullen gekocht via AliExpress voor een speciale video. Ja. En we hebben scheerschuim gekocht, lijm. Lijm en... Lenzenvloeistof. Lenzenvloeistof. En dit zijn de gewone normale prijzen zoals altijd bij Action. Even kijken. Staat het er ook op? Spuitfles? Nee. Plakstift. €0,23 zijn die lijmstiftjes. Ja. Ja, zijn best wel en de scheerschuim is €0,98, ook goedkoop. En ik zie de lensvloeistof is wel duurder. En ik zie hem zo niet staan. Oh ja, €2,49. Oh, nou. Nou, Indy wil graag wat lekkers mee voor de eerste schooldag. En dat heeft ze. Ik hoop niet dat ze... Ja, ik denk dat ze het wel helemaal opeten in één keer. Ja, €0,89 en het zijn mellowcakes. Mellowcakes. Ik denk dat het met marshmallow is, want dat ziet er ook zo uit. En dan met een koekje of zo en dan chocola en zo. Het is van Milka. Ja. Oké, en ik heb nog een nieuw horloge gekocht. Normaal bestel ik die eigenlijk altijd via AliExpress, maar deze leek me leuk. Maar dit is een UV color changing. Dat betekent dat hij dus paars gaat worden op het schermpje als de zon erop schijnt. Dus hij is nou nog wit en hij wordt dus paars. En die kostte €3,99. Eigenlijk het duurste van de Action, zeg maar. En ja, aan mijn oorbellen al te zien weten jullie wel waar ik enorm fan van ben. En ik kon het ook niet laten liggen. Ik heb pennen van Mickey en Minnie. Ja, en ik weet niet of je het kunt zien trouwens. Jawel.
Maar niet... Er staan Mickey's en Minnie's op. Maar, en we waren vandaag dus... Of nee, we waren... Vandaag waren we ook geweest. Ja. En toen waren we dus bij de Action. En er lagen ook nog heel veel spullen van Disney en zo. Ook echt hele leuke. Schoolspullen. Ja, want ik... Oh, wat ze kosten die pennen? Even wachten hoor. Waar staan ze? Disney balpennen. 79 cent per pakje. Ja. Maar ik heb ook nog... Plakband. En dan brede tape. Met Minnie Mouse. En dat is wel leuk, want we versturen natuurlijk veel pakketjes, ook met prijzen. Dan is het veel leuker als ik dat hiermee versier. Mam, you've got a little addiction. Ik heb een verslaving. Ik kan de prijzen niet vinden. Oh nee! Nee? Het kostte geld. Ik kan hem niet vinden. Ja, oké. Okay. Het kostte geld. Te gek. Ik heb hier een babylips, want misschien weten jullie als jullie ons wat langer volgen dat ik... Vind je ook een leuke verslaving? Dat ik ook van babylips en lipgloss en lippenstift en alles hou wat met lippen te maken heeft. Oké, dat klinkt... Ja. Oké, maakt niet uit. En die kostte maar €1,39 en die hebben ze daar heel veel. Ja. Dus... En ik heb nog twee. Dit vond ik heel erg leuk. Kijken of ik er wat mee ga doen. En anders geef ik het als cadeautje weg. Dit zijn schablonen. 30 stuks van 79 cent per pakje. En ze zijn allemaal van Minnie en Mickey. Kijk, achterop zie je al die schabloontjes. Ik hoop dat je ze kunt zien. Leek me leuk. Ja. Toch? Ja. En ik heb nog wat. Zijn dat stickers of? Ja. Ah. Ik weet niet wat ze kosten. Stickers. Balpen. Balpen. Ik zie ze niet staan. Misschien heb je dit een keertje eerder gekocht. Nee. Ik heb het allemaal tegelijk gekocht. Echt? Staat het niet op dat? Stickers. 99 cent. 36 stuks. Toch? Ja. Ja. Allemaal kleine Minnie Mouse stickertjes. Met ook zelfs Figaro erbij. Want dat is een katje. Hè? Dus superleuk. Ja. En... Ik haal altijd bij de Action haal ik altijd één bepaald ding heel graag. En dat zijn de Twin Markers van DecoTime. DecoTime. En dat DecoTime is ook het knutselmerk van Action. Ja. En alleen, nu zijn ze... Ook in metallic. En ik had laatst al één setje van twee gekocht in metallic. Maar toen kwam ik deze tegen. En toen dacht ik, die moet ik hebben. En ik dacht, nee. En toen dacht ik later, vooruit één keer. Ja. We hebben ook niet echt uitgebreid schoolspullen gekocht. Nee, maar ik had al heel veel, ook nog van vorig jaar. En je hebt hele goedkope schriften gekocht, allemaal bij Action en een agenda voor 1 euro. Heel veel en dan omdat je versiert. Ja. Dus. Maar ik wou nog even wat zeggen over de markers, want ze, voor die prijs vind ik ze eigenlijk best wel heel goed. Deze waren 1 euro? Ja, voor twee, de metallics zijn 1 euro. Dan zeg maar eerst zo'n twee pakje, maar je hebt ook... 99 cent, maar je hebt ook nog zulke pakketjes met drie stiften. Ja. Dat zijn geen metallics en die zijn ook 1 euro. Je hebt Amber Rose, Flamingo Pink, Black Metal, Silver Metal en... Vintage Rose en Magic Violet. Dus die kleurtjes had ik nog niet en die wil ik graag hebben. Ja. Nou, dat was het of niet? Dat was het. Dat was helemaal geen lange video. Nee. Dat was onze Action Shop vlog. En ik heb natuurlijk deze kist en daar heb ik er meer van. Ja. Oh ja, dat was je gewoon eigenlijk vergeten. Ja. Ik heb, even kijken hoor, waar staan die kisten? Opera Box klapdeksel, die zijn €1,99 per stuk, want er zit dus namelijk zo'n... Precies verkeerd om. Klapding. Ja. Maar er zit hier geen dingetje op. Ja, kijk maar. Zo. Nee, maar ik bedoel, zat er nooit zo'n... Hendel aan? Zo'n geel dingetje, dat je zo dicht komt. Nee, dat zijn andere kisten. Oh. Dus. We hebben er een paar van. Maar ik heb er meerdere, dus dat kan ik bewaren. Ja. Dus, dat was onze Action Shop vlog. En back to school een klein beetje. En gewoon leuke dingen. Vond je het video leuk? Doe dan een duimpje omhoog. Druk nog even op de abonneerknop en op het belletje. En laat ook even weten trouwens wat je van deze filmingspot vindt. Want... Ja, want we hebben zo de achtergrond van de piano. Met het licht. Want die zit hier achter ons. Ja. En we weten ook eigenlijk niet echt een veel betere plek. Want we hebben of het daglicht achter ons of... Ja, zulke soort dingen. Of voor, achter ons, dan zitten we tegen het licht ook in te filmen. Dus maar ik vind het een hele mooie plek, dus laat het ons even weten. Er zit ook een barkruk en ze zit vet hoog. En dan heb ik zo'n dingetje hier. Ja, en dan klappert ze steeds mee. Ja, dus daar moet ik mee ophouden. Dus.
Druk ook nog even op het belletje, zodat je geen enkele video van ons hoeft te missen. Ja. En abonneer, abonneer, abonneer je hier op ons kanaal. Woe! Yeah. Doe helemaal bedankt. Woe! Oké, nog een keer doe je allemaal zeg. Doe je allemaal, bedankt voor het kijken. Oh, wat erg zijn wij weer. Oké, ben je klaar? Oh my god. Oh my god. Dat was dan een blooper die we erin laten zitten. Doe je allemaal, bedankt voor het kijken. Mwah.